De brandweer is steeds bezig met voorlichtingsprojecten over de gevolgen van vuilverbranding. Maar in de praktijk wordt er toch anders gehandeld. De brandweer krijgt nog frequent meldingen van grasbranden. Behalve brandstichting en de verkeerde manier van huisvuilverbranding zijn er ook andere factoren ontdekt. Als het gaat om vuil en vuilbranden, dan heb je meestal dat door de mensen wordt aangestoken. Meestal wil men erfvuil. Wij noemen het de goedkope tuinman. Men wil gebruik maken van de goedkope tuinman om hem snel in brand te steken. Maar natuurlijk is het zeer gevaarlijk voor het milieu, voor je medemens. En wat betreft grasbranden, daar heb je verschillende aarten. Het kan zijn dat iemand onbewust een sigaretjepeukje gooit in het gras. Het kan ook zijn dat iemand zijn kavel wil ontbossen en steekt die dan ook bewust in brand. Maar het kan ook door de natuur geschieden. Normale gras- of huisvuilverbranding kan heel snel overslaan naar een ergere vorm, waaronder bosbrand. Maar volgens Max Huisden, richtingscoördinator van Milieuwetenschappen, zijn er meer negatieve gevolgen. Het kan overslaan tot een full-blown bosbrand, vooral als we te maken hebben met droog weer, zoals na deze periode. Dat is één. Maar natuurlijk, in tweede instantie zijn de stoffen die vrijkomen in de atmosfeer, die zijn heel erg schadelijk. We praten over nitric oxide, NO. We praten over carbon monoxide, CO, carbon monoxide. En ik kan uitleggen waarom. We praten over stoffen die kunnen vrijkomen zoals dioxine of nanoparticles. Dat zijn dus heel kleine stofdeeltjes die schadelijk zijn voor de gezondheid. Bepaalde stoffen kunnen heel schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. De lucht kan vervuild worden. Sommige stoffen hebben direct effect op klimaatverandering. En bij het inhaleren kan het ook schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. Dus wat gebeurt er als we koolmonoxide, en dat is een stof die dus vrijkomt bij het verbranden van een dergelijk materiaal. Als koolmonoxide wordt geïnhaleerd, dan gaan onze rode bloedcellen, dus koolmonoxide, transporteren naar de cellen in ons lichaam in plaats van zuurstof. Dus er kan dus in extreme gevallen zuurstofgebrek ontstaan met alle nare gevolgen van dien. Als iemand grote concentraties van koolmonoxide zou inhaleren, dan krijg je in eerste instantie duizeligheid. In tweede instantie kan zo iemand bewusteloos raken en het kan tot de dood leiden. Volgens de brandweer worden bewoners in de stedelijke gebieden voldoende geïnformeerd, zodat zij het verbranden van gras of huisvuil achterwege laten. In het binnenland is er echter een andere cultuur, waarbij een deel van het bos wordt opengekapt en verbrand voor het aanleggen van kostgrondjes. Ook hier moet de gemeenschap de nodige maatregelen treffen om het uitbreken van bosbranden te voorkomen. Als men je kostgrondje wil verbranden of afbranden, moeten ze een strook van minimaal 10 meter schoonmaken, helemaal gelijk de grond, dat er geen gras is. En dan voorkom je dat het dan uitloopt naar het bos dat daaraan grenst. De brandweervoorlichting legt de nadruk op het belang van de tips. Door de richtlijnen te volgen kunnen extreme branden met schadelijke gevolgen voorkomen worden.